Libelle is ook dit jaar weer op zoek naar vrouwen met een missie. Sterke vrouwen die zich belangeloos inzetten voor een ander. En Sophie, jij bent een van zo'n vrouwen, hè? Welkom. Ja, dank u. En welkom. Cordula. Cordula. Ja. Is zij altijd bij jou? Meer een deel van de tijd. Ja? Zij altijd met mij, zelfs als ik op cursus ga ergens, pak ik haar mee op hotel. Ik zoek het uit dat er... ik zoek elke keer een hotel uit die ook en rolstoel toegankelijk is en dat zij mee kan. Oh, waarschijnlijk. En blijft gewoon de hele tijd op je schoot zitten? De hele dag dus nood? Ja, maar thuis loopt ze op haar achterpoten achter mijn gat. Ja, ja, het is mooi om te zien. Schattig wel. Sophie, in 2007 heb je al eens meegedaan hè, met vrouwen met een missie. Ja. Welke missie heb je? Vertel eens. In die tijd, met Krijtlijn, organiseerden we seminaries rond persoonlijke groei. Die openstonden met iedereen. Voor ja. iedereen tenminste. Ja. Met die meerwaarde, stel dat iemand zich inschreef die doof was, zorgde ik voor een tolk. Oké. Okay. Hetzelfde voor mensen die blind waren. Een syllabus geven aan iemand die blind is niet netjes, dus zetten we die om in digitaal. Ja. Voor mensen die fysiek beperkt waren, zorgden we dan voor ADL. Maar ik heb gemerkt dat dat niet werkte. Mm-hmm. En nu ben ik mij helemaal aan het omscholen tot kindercoach. Okay. Ik wil kinderen met een etiket gaan begeleiden. Omdat door die beperking... het kind wordt vaak overladen met mm-hmm. die beperking. En terwijl dat kind ook heel veel talenten heeft. Ja. En ik wil dat terug helpen. Uitgraven. Oké. Okay. Nu, Sophie, jij bent zelf van jongs af aan geconfronteerd geweest met tegenslag. Vertel eens. Ik ben heel lang geleden, bijna 40 jaar geleden, geboren met hoofdrug. Mm-hmm. Het eerste jaar heel veel ziekenhuizen en toestanden gehad. Eigenlijk constant ziekenhuis. Yeah. Dan is het relatief goed gegaan tot mijn 9. Mm-hmm. En dan is de miserie teruggewonnen. Heb ik intussen in totaal... zit ik ergens rond de 40 operaties. 40 operaties, hoe ga je daarmee om? Goh, bij mij, dat is routine geworden. Bij mij is dat precies gelijk... het klinkt raar, maar voor mij is dat precies als over en weer naar de Polaroid gaan. Is het echt? Ja, want het enige wat ik wel heb, en die grappig is... Mm-hmm. In normale omstandigheden, frieten, ik lust dat niet. Maar als ik wakker word, ik moet frieten hebben. Uit narcose bedoel je dan? Ja. Nu, je zegt, tot mijn 9e ging het goed... Toen zat je nog niet in een rolstoel? Dan kon ik lopen met krukken. Oké. Okay. Ik heb kunnen lopen tot mijn 30ste. Dus mm-hmm. tussen mijn 4 en mijn 30ste. Ja. Dan moest ik een operatie ondergaan aan mijn rug. Mm-hmm. Die noodzakelijk was. Het was dat of sterven. Op mijn 30ste sterven, nee. Dus heb ik de gok gewaagd. Maar wel wetende dat het kon zijn dat ik niet ging wakker worden of wakker worden tot daar verlamd. Mm-hmm. En dat zag ik niet zitten. Okay. Dus heb ik 2 dagen voor mijn 30ste verjaardag, dat is mijn 30ste verjaardag, mijn wilsbeschikking op papier gezet. Omdat ik had zoiets van, dit heb ik nog in de hand. Mm-hmm. En dan 2 maanden later ben ik geopereerd. Heb ik 3 weken plat gelegen, omdat bijna al mijn hersenvocht was uit mijn rug gelopen. Dus hersenvocht wordt rugmergvocht. Mm-hmm. 3 weken plat gelegen, 3 weken liggen overgeven. Mm-hmm. Na 3 weken mocht ik terug recht zitten. Mm-hmm. En dacht ik van na een half uur of zo, ik ga gelijk vroeger mijn benen strekken. Ik ben plat op mijn buik gegaan. Ai. En dan wist ik hoe laat dat was. Ja, en dan, hè, hoe verwerk je zoiets van dag 1 op dag 2 dan in een rolstoel? Je moet je leven toch helemaal veranderen? Hè? Maar dat is typisch ik. Dat is gewoon een kwartier. Hoe echt... janken en dan de klik maken. En dan heb ik voor mijn eigen besloten van kijk, ik ga doen wat ik kan om mijn eigen terug op te werken. Ja, oké, maar dat doe je toch niet op een kwartier tijd? Bah, je leert dat. Ja? Pas op, ik zeg niet dat ik dan geen verdriet meer heb, maar ja, je moet voort. Je hebt geen keus. Want zoals ik zeg, van, ik ben 43 keer geopereerd. Moest ik voor elke operatie een maand doen om het te verwerken? Mm. Dan heb ik geen leven meer. Ja, het is een proces natuurlijk. Ja, voilà. Ja. Waar haal jij die kracht uit en die positiviteit? Goh. Vrienden, familie? Ja, vrienden en familie. Hier, madame. Ja, echt? Ja, op een of andere manier. Want gelijk ook al vorig jaar ben ik... Is ze nu in slaap gevallen? Ja, ze was aan het slapen. Okay. Ik ben vorig jaar ook heel erg ziek geweest. En 2 dagen 40 graden koorts, dat ik nog niet naar het ziekenhuis kon, omdat dat weekend was. Ja. Zij heeft 2 dagen liggen waken bij mij.
Echt waar? Ja. Heel raar. Maar ja, ik haal ook mijn kracht uit. Ja, ik ben constant bezig met mijn VZ2, mm-hmm. met mijn projecten. Ik ben nu een boek aan het schrijven. Er staat ook een reeks prentenboeken op stapel. Mm-hmm. Dus ik sta niet stil. Ik sta niet stil. Nee. En het is ook zo, gelijk als ik dan naar het ziekenhuis moet, mm-hmm. Dat mag dan ook naar spoed zijn. Dat kan me niet schelen, die laptop moet mee. Mm-hmm. Want van zodra dat de pijnstillers werken en de koortsremmers, mm-hmm. ben ik weer in gang. Hoe zie je de toekomst? Rooskleurig, tof, yeah. geestig. Ja. Ja? Ja. Nee, ik heb er een goed oog op. Want, mijn boek komt nu uit op mijn verjaardag. De ene mijlpaal vieren met de andere. Oké. Okay. En tegelijkertijd komen de prentenboeken uit. Dus leuk. Fantastische projecten waar ik jou heel veel succes mee Dank wens. Je wel. Dank je wel, Sophie. Merci.